Goedemorgen. Ik denk de buren met een brommertje aan het werk zijn of zo. Mijn deur staat ook nog open. Maar goed. Geef niet. Soms snap ik ook gewoon niet waarom mensen sommige dingen doen. Maar dat geeft niet. Dit is een korte ding. Korte film. De Elf Camo CC Cream. Dit is na één keer gebruiken. Dus ik weet niet hoeveel erin zit. De eerste keer heb ik het met een kwast aangebracht. En toen vond ik het niks. Dus we gaan het nu proberen met een spons. En ik heb ook de Camo Concealer. De hydrating versie. Dus, nou, we gaan beginnen. Kijken wat dit is. En of het... Ik moet zeggen, het enige wat ik er toen goed aan vond, was de kleur. Het is heel dik. Dat vind ik persoonlijk. Maar het smeert wel heel goed uit. Deze is wel heel wit. Misschien een kleurtje donkerder. Maar dat kan ik wel fixen. Ik denk dat het feit dat het zo dik is, dat me er een beetje aan dwars zit. Ook vorige keer, omdat het heel cakey wordt. Ik heb natuurlijk droge huid. Een wat rijpere huid. Rust hoor je het. Even de vergrotingen. Wat vind ik ervan? Ik vind dat het alles accentueert. Ieder droog stukje pakt het. Ik begrijp werkelijk niet wat mensen hier zo geweldig aan vinden. En die dikke textuur, man. Wat is dit? Ik ben echt nu al 3 minuten bezig om het er een beetje... Mijn spiegel staat hier trouwens. Om het een beetje oké eruit te laten zien. En de kleur wordt wel beter. Het is nog wel licht, maar het wordt wel beter. Maar het is niet mijn favoriet. De concealer daarentegen. Dat is genoeg. Dit is echt genoeg. Ach, daar beginnen ze weer. Of zou het iets aan snoeien zijn? Want ik weet dat... We hebben daar schuin achter nieuwe buren. En die zijn met de tuin bezig. Ik denk dat het een zaag is of zo. Het is ook 10:30, dus dat mag ook wel. Weg donkere kringen. Dit is een geweldig product. Maar dit...
Het ziet er nu oké uit. Ja, ik ga verder opmaken en dan zie ik wel wat er van komt. Doei!